reviewer op de Patrick. We zijn vandaag in Terneuzen en daar gaan we eens even kijken wat deze gerbenspieden hebben. Dit is natuurlijk in Zeeland en in het schitterende Zeeuws-Vlaanderen. Ja, ja, het bestaat Zeeuws-Vlaanderen. En dat ligt dus in Nederland. Terneuzen, we gaan beginnen met de kermis. Dit jaar een mooie editie, kan ik je vertellen. En gelijk starten we met de grootste maakzaak en dat is de Super Party Polly van Eikelboom, mensen. Het is geen kerstboom, maar een Eikelboom. Het is ook geen Eikelboom, mensen, maar echt een Eikelboom. Deze polyp komen we niet vaak tegen en al zeker niet in het donker. En het is een hele mooie polyp, kan ik je vertellen. Ik vind dit soort polypjes persoonlijk altijd leuker als die spiderpolypjes. Omdat ze gewoon meer dansen, naar mijn idee. Erg gaaf om te doen, deze mensen. Je kan er voor 2,50 in en dat is een normale prijs. Misschien zelfs al een klein beetje goedkoop. En daar houden we zin van. Ons Zeeuwen, winzinnig. Ik heb nog niet gezien, mensen, deze nieuwe LED-spot. Lekker beuken, baby. Heerlijk. Oh, heerlijk. Oh, wat een topzaak, mensen. De topspin, wat Strauk. Wat een geweldige zaak voor Terneuzen. Deze mag je niet missen. Deze moet je doen. Als je nog naar de kermis in Terneuzen gaat. Topzaak. Zometeen gaan we nog zeker even een paar keer doen. Topspin, toppertje. Wat een lekkere zaak. Er gaat hier, hoor. Echt gillen wat ze doen. Topspin. Het enige jammer wat ik vind, is dat er geen microfoonshow bij is. Als dat zou zijn, zou die naar mijn mening nog meer publiek kunnen aantrekken. Maar ja, de attractie is zelf al moeilijk te besturen. Dus dat zal ook de reden zijn dat ze geen show geven. Topzak, ik ga hem zo meteen doen, mensen. Topspin. Parajump van Eikelboom, mensen, gebouwd bij KMG is een wippie. Kwamen we dit jaar ook tegen in Bruinissen bij de visserijfeesten. Review kan je zien op dit kanaal, mensen. Het eerste pleis sluit af met onder andere Venezia in het laatste shot. Prachtige en leuke zaak is dit van mensen, bootjesmolen. Met echt water erin, hè? Oh, heerlijk. Amai. Heel goed, kom aan. Heel goed, nog een keer, zet hem op, maar naar die top toe, kom aan. Ai, 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 is dit alles, kom aan. Het levert je een hele impact, want dit is namelijk de impact van Hamersen Technical Park Street Fighter. Vroeger op deze plaats, exact dezelfde plaats, stond er ook een Technical Park Street Fighter. Namelijk met de naam Chaos. Ja, je zou het niet verwachten, maar het is echt zo. Die van Simon uit België. Die stond hier namelijk altijd op deze plaats. Wat gaan we doen? We gaan weer afremmen. Spectaculaire sensatie, mensen. Hij gaat eerst naar een beetje de hoogte en dan gaat hij daarna weer naar beneden. Ja, ja, dat noemt men een... Kelvin zegt, dat doet hij bij jou ook altijd. Eerst naar boven, daarna naar beneden.
Ja, maar goed mensen, nu gaat hij gas geven, dan gaat hij naar boven. Laat ik je wat spectaculaire beelden zien van deze Street Fighter. De enige Street Fighter uit Nederland. Interessante informatie. En eigenlijk is het halve Belg. Want het kenteken staat namelijk op een Belg. Amai. Voor de mensen die weten, Kelvin die werkt in een bouwmarkt, namelijk de Gamma. Hey, rot nou op. Ja, dat is waar, Kelvin. Ja, wat is er dan? Ja, maar hebben jullie ook toevallig het gereedschap hamers? Ja, toevallig wel, ja. Ja? Ja. Nou mensen, als je goed merk hamer zoekt, is dat Stanley. Ja, dat is even interessante informatie. Rood erbij, heerlijk. Ik vind altijd die lamp, die vind ik dus echt gaaf. Die loop vind ik echt gaaf. Ja, Kelvin heeft goede herinnering aan deze attractie in Middelburg, mensen. Dan weet je dat ook weer. Jammer dat hij hier goed stond. En de volgende attractie, mensen, is de Swingbob van Modron. Kwam natuurlijk ook tegen Goes en nu staat hij weer in Terneuzen al een paar jaar achter elkaar. En ondertussen hebben we ook weer kennis gemaakt met onze grote vriend, onze grote Swingbob fan. En dat is natuurlijk onze Renzo. Wil je zijn video zien? Als het goed is komt er nu een linkje in beeld, mensen. Blind op de kermis heet het, want hij is groot fan van de Swingbob en ben met hem blind in de Swingbob geweest, omdat hij zelf ook blind is. Zeker de moeite waard om die video te kijken, mensen. Top attractie, Swingbob. Kom maar bij SMB maar. Oh, heerlijk mensen. Lekker vol gas met het apparaat. Beste slaagsmolen van Nederland naar mijn mening, mensen. Swingbob van Mobron. Kinderattractie doen het vanavond niet erg best, mensen. Ook deze Jumbo staat nu stil. Het is Jumbo 1 van Ordelman. Nieuw in Terneuzen. Als Funhouse, Beach House van Treep. Vroeger een Crazy Safari, maar sinds een paar jaar Beach House. Interessant om te weten dat dit Funhouse ook gepaint is door een Zeeuws bedrijf in Middelburg, mensen. De paint is betekent ja, heel de vorming en zo. Allemaal in Middelburg gedaan, echt Zeeuws, baby. Oh, mensen, en op. En neer, en op. En die, oh, lekker springen, baby. Oh, salto er nog bij. Heerlijk. Nou mensen, dat was de kermis in Terneuzen. Het was een leuke kermis dit jaar. Met meer de nadruk op het Stadhuisplein, volgens mij heet dat. Want daar stonden wat meer grootvermaakzaken. Dat mag dat wel hebben. De markt is best gezellig op ingedeeld. Ik zou persoonlijk de Jumbo vervangen voor een breakdance. Tom was het helemaal. Oh, ik zit de boeren in mijn auto. Zo, en een lucht. En hij moet nog eten, hè? En wat wou ik nog zeggen? Oh ja, dus ik zou er een breakdance bij zitten, zou het helemaal top zijn. Maar het was een leuke kermis. Beste show. Ja, ik twijfel tussen Impact en Summer Party Police. Ja? Ja. En ik ga voor de Summer Party Police, mensen. Oké. Ja. Wat geef jij dit voor de cijfer? Een 8. Ik een 7. Ja, maar ik en acht, dus het gaat over mij, mensen. Ja, dat weet ik. Kijk ook op dit kanaal binnenkort een nieuwe serie. Ja, want volgende week gaan we naar Ibiza. Grapje. Slaat nergens op, mensen. Slaat bedankt voor het kijken en abonneer als je het niet gedaan hebt. Tot de volgende keer. Op de Patrick Kerhaan. Doei. Doei.